Seks. Onze maatschappij bepaalt voor ons wat wel en niet normaal is tijdens de seks. Dat resulteert in het bestaan van seksuele taboes. De onnatuurlijke damned seks. Maar waarom vinden we het raar als iemand graag gedomineerd wil worden of op veel jongere vrouwen valt? Waar ligt die grens en hoe wordt deze bepaald? Samen met mijn vriendinnen Pip en Anna ben ik op zoek gegaan naar hoe een seksueel taboe tot stand komt, hoe mensen tegenwoordig nog naar seksuele taboes kijken en vooral hoe we deze kunnen doorbreken. Door in gesprek te gaan met een seksuoloog en onze oude sekspartners. Maar wat wij dus eigenlijk interessant vinden, is seks en seksuele taboe. Dat is waar we het over gaan doen, toch? Ja, we moeten ons wel echt toespitsen inderdaad op die seksuele taboes, omdat seks zo'n breed onderwerp is. Nee, je kan niet alles aankaarten. Nee, en ik vind denk ik seksuele taboes ook wel iets heel moois om te onderzoeken. Mm. Omdat we die ook misschien met deze documentaire deels kunnen ontkrachten. Ik denk dat misschien wel een mooi doel is ook van de documentaire. Ik denk dat sowieso een van de interessantere dingen zijn over seks en seksuele taboes. Ja. En waarom iets wordt gezien als een seksueel taboe. Wij wilden goede wetenschappelijke kennis vergaren over wat een seksueel taboe nou precies is en hoe deze zijn ontstaan. Daarom gingen wij langs bij een seksuoloog. Mijn naam is Marie-Louise Jansen. Ik ben docent aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik gender en seksualiteit doseer. Ja, en u gaat ons helpen om het onderwerp seksuele taboes op een wetenschappelijke manier te benaderen. Zo is dat. Wat is de definitie, of de wetenschappelijke definitie van een seksueel taboe? Nou, ik zou niet zo gauw één definitie weten, maar seksueel taboes zijn vaak gerelateerd aan onderwerpen die in opspraak raken of die onderwerpen worden van een maatschappelijke discussie. En zo kan je bijvoorbeeld denken aan leeftijd, naar aanleiding bijvoorbeeld van veel seksueel misbruik op kindercrèches bijvoorbeeld. Is de leeftijd gerelateerd aan seksualiteit heel erg in opspraak gekomen. En daardoor zie je ook dat pedofilie eigenlijk een grotere probleem in de samenleving wordt. Het wordt een soort moral panic. Dus het is eigenlijk heel erg gerelateerd aan bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. Op welke manier worden seksuele taboes op een wetenschappelijke manier benaderd? Sowieso in seksualiteit, nadenken over seksualiteit binnen wetenschap is eigenlijk vrij recent nog. Het is eigenlijk vooral de 19e eeuw dat veel medische dokters gaan kijken naar allerlei vormen van seksualiteit die afwijken van die heteroseksuele norm, zoals homoseksualiteit of fetish of biseksualiteit. En dan eigenlijk zie je in de jaren 1970, 1980 in de vorige eeuw dat de eerste sociologen en antropologen onderzoek gaan doen naar allerlei seksuele subculturen. En dat proberen een sociologische verklaring over voor te geven. En een bekende Amerikaanse antropoloog is Gail Rubin, die in de jaren 70... onderzoek doet naar wat wij normaal of abnormaal vinden binnen seksualiteit. En zij ontwerpt een hiërarchische structuur, eigenlijk een seksueel systeem zoals zij het noemt, dat in de veel westerse samenlevingen toepasbaar is, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen normaal en abnormale seks. En wat we dan normaal vinden is dan volgens haar heteroseksuele coïtale seks, dat helemaal boven in die piramide staat. En alle andere vormen die daarvan afwijken, zoals biseksualiteit of homoseksualiteit of pedofilie, die nemen dan plaats onderaan in die piramide. Dus hoe eigenlijk perverser wij bepaalde vormen beschouwen, hoe lager het in die piramide komt. Dus bijvoorbeeld pedofilie staat dan ook echt helemaal onderaan in die piramide. En zij zegt dat het idee is het best gesymboliseerd in wat zij noemt een charmed circle. Dat bestaat uit twee cirkels. De buitenste cirkel zijn dan wat wij beschouwen als abnormale seksualiteit. En die binnenste cirkel bestaat uit wat wij dan normale seks beschouwen. En elke seksualiteit heeft een tegenpool. Zoals bijvoorbeeld heteroseksualiteit heeft tegenpool homoseksualiteit. Monogaam seksualiteit heeft dus polygamie als tegenpool. Dus dat zijn allemaal tegenstellingen eigenlijk die binnen een cirkel en die buiten een cirkel zijn. En zij zegt dan binnen westerse moderne samenlevingen
zijn deze tegenstelde paren eigenlijk vormen de basis waarop seksuele taboes ontstaan in de samenleving. Om te testen of de seksuele taboes uit de Charmed Circle nog wel echt zo representatief zijn voor de maatschappij waarin we nu leven, maakten wij een Neptin-account aan. Zo konden wij peilen hoe mensen van onze leeftijd, en ook ouder, reageren op bepaalde seksuele taboes, die door de wetenschap als slechte, abnormale en onnatuurlijke seks worden afgeschetst. Nou, wij zijn dus op basis van deze wetenschappelijke cirkel, wat uit het onderzoek is gekomen, zijn wij dus een experiment gaan doen op Tinder. Mm-hmm. Waar we gaan kijken van in hoeverre zijn die seksuele taboes nog Steeds gaan is het tegenwoordig. Ja, in hoeverre is dat al veranderd? Of is dat ouderwets? Of kan je zeg maar, is die wetenschap wel daadwerkelijk representatief voor hoe mensen er tegenwoordig in staan? Wat vonden mensen echt niet kunnen? Wat mensen echt niet vonden kunnen was, ik heb dus ook oudere mannen echt gevraagd, echt 60, mm-hmm. 50, 60. En die waren bereid tot seks. Want we hebben een profiel van iemand die 21 is. Mm-hmm. Die waren bereid tot seks. Voor iemand die 21 is. Maar toen ik zei van, ik ben eigenlijk 17, of ik ben eigenlijk 16, toen zeiden de meeste De meeste zeiden dat strafbaar. Niet allemaal dus. Nee, ik heb er dus één. Één man. Even kijken. En daar begon ik eerst een beetje mee te peilen van, wat is voor jou de grens qua leeftijdsverschil? En toen zei die vrouw vanaf 20 jaar, dan neem ik aan dat iemand oud en wijs genoeg om te weten wat hij wil. Mm-hmm. Dus als ik 19 was, had je het niet gedaan, vroeg ik toen. Zei hij, nee, denk het niet. Of je zou me echt heel erg moeten overtuigen dat je het echt wil. Dat was wel iets waar ik echt van schrok. En verder, ja, over seks in het openbaar was niemand raar. SM had ik juist een heel interessant gesprek over een jongen die Maar ik denk dat wel steeds meer opbloeit, SM. Ik denk dat steeds meer mensen ook meer daar open voor staan. Even kijken. Ja, want hij was ook inderdaad echt van, nou, ik ga ook naar feestjes en ik vind dit leuk en ik vind dat leuk. Waar sta jij nog meer voor open? Dus dat was wel positief. Ja, ik denk dat mensen best wel snel, ook misschien omdat het toch wel een beetje anoniem is Tinder en een beetje spannend dat ze meer durven. Ja, precies. En ik denk ook dat dit wel een soort van laat zien van die taboes en helemaal niet zo taboe dat casual. Dat is heel Tinder is casual. Dus iedereen die op Tinder zit, mm-hmm. is voor casual seks of casual daten. Ik denk ook zodra je op Tinder zit, dat je ook meer het gevoel hebt dat je ook meer dingen kan zeggen. Dat je ook meer open kan zijn. Ja, precies. Want ik vraag er natuurlijk ook naar. Mm-hmm. Dus ik denk de enige taboe die echt soort van, ja, niet eens per se heel erg bevestigd werd, maar deels bevestigd werd, is dus leeftijdsverschil. Mhm. Homoseksueel een beetje. En geld. Ja, en verder valt het echt heel erg mee. Ik denk dat er heel veel van deze taboes zijn die eigenlijk gewoon veel normaler zijn voor ons. In ieder geval voor onze generatie, denk ik. Uit respect voor alle mensen met wie wij hebben gesproken op Tinder, wilden wij geen namen, foto's of letterlijke gesprekken laten zien. Niet omdat deze mensen zich zouden moeten schamen voor hun meningen en voorkeuren, integendeel namelijk, maar puur om iedereen met diens eigen visie in hun waarde te laten. Ik ben Pip. En ik ben Kedwesh. Ik ben Alain. Ik ben Sjoers. Ik ben Caries. Ik ben Connor. En wij hebben 11 maanden seks met elkaar gehad. Specifiek seks? Of moeten we dan een relatie zeggen? En wij hebben één seksdate gehad. En wij hebben dus, ja, we zaten net ook al overleggen, hoe lang hebben we een relatie gehad? Een relatie half jaar? Zoiets, ja. Zoiets, en daarvoor 2 maanden gedate of zo. Ja. Ja. En dus dan inderdaad 8 maanden seks gehad. Ja. 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 Maar niet 24-7, nee. Maar wel vrij consequent. Nee, heel vaak per week. Wat is de definitie van een taboe? Iets wat denk ik, ja, taboes zijn echt kut, jongen. Door alles wat sowieso illegaal is. Wat zijn dan dingen die je minder graag zou willen doen? Ja, kijk hoor, dat is wel. Ik vond het wel. Dat we best open ook naar elkaar er waren in wat we wel en niet chill vonden. Ja. Dus ja, als jij dan iets niet chill vond, dan zei je dat zeker iets wat minder vond. Mm-hmm. Ik denk dat je wel een beetje zo leert hoe je dan seks moet hebben met elkaar. En waar liggen die grenzen, denk je, bij jou?
Binnen de context van gewoon... Seks. Ja. Ja, dat weet ik niet zo goed. Ja, er zijn op zich wel dingen die me niet... waar ik niet van denk van... God, dat lijkt me heel leuk of interessant. Maar er zijn op zich weinig dingen waarvan ik echt denk van... Ho, wow, blijf weg. Dat is fout of zo. Ik wil geen anale seks hebben. Mm. Ik wil geen plasseks hebben. Ik wil geen... Seks met kinderen. Ja, seks met kinderen, fetish. Dieren. Daar ben ik allemaal niet heel erg van. Maar ik wil wel gedomineerd worden. Dat is misschien toch al te gekke SM-dingen. Ik bedoel, ik sta er maar voor open, maar... niet dat ik er echt heel enthousiast van word. Nee, het was ook wel... Ik kon wel die grens aangeven daar inderdaad. Het was niet alsof je mij soort van dwong om dat te doen. Absoluut niet. Dat was sowieso nooit bij ons het geval. Nee, dat... mijn gevoel. Dat is fijn om te horen. Ja. Ik denk ook wel dat ik jou... Eigenlijk niet ook over nadenk dat ik jou wel soort van... heb geleerd om bijna dominant te zijn. Omdat dat is wat ik wou. Ja, zeker. Achteraf weet ik niet per se of dat is wat jij wou. Nee, dat denk ik ook niet. En ik denk dat ik daar ook misschien niet vocaal genoeg in ben geweest. In het benoemen van mijn ongemak binnen dominanter zijn. Mm. Wat is iets wat jij echt ziet als een seksuele taboe? Wat je echt vindt, want dit kan echt niet. Maar voor mij ligt die grens denk ik daar. Zo emotioneel je veilig en fijn voelen. En fysiek je veilig en fijn zijn. Zoiets. Ja, ik vind... Ja, het is een beetje heel smerig. Maar het eerste wat opkomt... Ding met plas of poep of zo. Dat vind ik... Ja. Of denk ik met dieren. Ja. Zou je seks hebben met iemand die bijvoorbeeld 16 is? Nee, ik denk het niet. Nee. Want wij leerden elkaar kennen toen ik minderjarig was en jij meerderjarig. Ja, ik was toen bijna 19. Ja, dat is een milliseconde verschil. Maar heb je ooit bij je vrienden of zo gehad? Ik werd er wel een beetje mee gefukt, hè? Ja? Ja. Hoeveel leeftijdsverschil kan er volgens jou dan tussen een gezonde of tenminste een veilige seksuele relatie tussen twee mensen kan er zitten? Zo, wat is bij jou de grens daarin? Meer persoonlijk denk ik dat ik het ook gewoon niet zo heel interessant zou vinden om met een 16-jarige seks te hebben. Waarom dan? Nou ja, ik bedoel, 16-jarigen zijn wel gewoon echt kinderen. Dat is gewoon, ja. Ja, ik bedoel. Ja. We zijn kinderen. Ik bedoel, ja, dat wil je toch niet? Dat je dan, als je dan in bed ligt, dat ze dan achteraf gaat vertellen over de SO of zo. Ik bedoel, Als je boven de 18 bent, dan vind ik best wel veel goed. Ja. Je bent volwassen, dus ik had nooit echt het idee van... Ja, ze is 17 of zo. Mm-hmm. Ja, ik ook gewoon vrij kinderachtig kan zijn in bepaalde vlakken. Oh, je klinkt al heel... nee, klinkt iets te snel. Zou je seks met een vrouw van 35? Ja, dat vind ik best wel interessant. Yeah, yeah. Een vrouw van 40? Ja hoor, ja. Ja, ik bedoel, ja. Als vrouw van 50? Ja, ik bedoel, het hangt er een beetje vanaf. Ik weet niet hoe waarschijnlijk het is dat ik een vrouw van 50 aantref. Die met me naar bed zou willen en waarmee ik naar bed zou willen. Ik denk dat er qua leeftijd, als het ouder dan ik gaat, dan... Ik ga niet met een vrouw van 80 of 70 of 60, ja. Zo 1, 2, 3 naar bed. Maar... Niet 1, 2, 3, maar... Nee, echt... Misschien is ze gewoon heel lief en heeft ze een leuke persoonlijkheid. Weet je, dan ga ik alles voor. Dat is het lastige, want je kan natuurlijk nooit zeker weten dat iedereen zich veilig voelt. Nee. Tenzij jij, ja. En daarom denk ik dat het echt heel belangrijk is om vaak genoeg de vraag te stellen. Ja. Voel je fijn? Ik denk dat sowieso in vind alle relaties fijn? En seks. En zeker. Gewoon checken hoe je je voelt, toch? Mm-hmm. Maar ik... Dus wat ouder betreft, ja, dat moet je gewoon een beetje aanvoelen. Maar jonger denk ik ook een beetje. Ik zou nu bijvoorbeeld... Ik ben nu 20, ik zou niet iemand van 17 gaan daten. Nee? Nee, dat vind ik wel iets te... Ik bedoel, ook omdat mijn zusje dus... Ik zou nooit iemand jonger dan mijn zusje daten. En wat voor porno kijk jij nu? Redelijk. Ja, ook wel redelijk normale porno, denk ik. Ik ben een beetje afgeknapt op porno. Hoezo? We hebben nooit heel erg openlijk gepraat ook over wat voor porno we kijken eigenlijk. Ik denk dat het wel duidelijk was dat we porno keken. Ja. Misschien meer vanzelfsprekend, maar
We hebben nooit echt diepe conversatie erover gehad of zo, ja. Ja, ja, ik vind het toch niet heel interessant eigenlijk. Gewoon mensen die neuken en dan daarnaar kijken. Ja. Dat kan. Ja. Wel dat ik gewoon porno keek toen we een relatie had. Ja, dat lijkt me wel gezond. Ja. Want ik heb ook gewoon bijvoorbeeld vrienden die vriendinnen hebben die het gewoon echt een no-no vinden. Oh, dat vind ik heel raar. Het is toch niet alsof je vreemd gaat door porno te kijken? Nou, dat vinden sommige mensen wel. Dat vind ik echt grootste bullshit. Vind jij dat ook? Nee, toch? Nee. Sta jij open voor SM-seks? Ik heb nog nooit echt een partner gehad die daar heel erg in die richting interesse had. Ik zou het op zich wel, als iemand dat wil proberen, zou ik het op zich wel prima vinden. Ik weet niet zeker, dan zou ik ter plekke wel zien. Heb je dat wel eens gedaan, roleplay? Nee. Zou jij zelf ooit doen een roleplay? Ja, dan wordt het weer een beetje hetzelfde verhaal als eerder. Ja, ik vind het niet bijster interessant, maar als mijn partner dat wil, sure. En misschien zal het interessant blijken te zijn, maar ja. Ik vind het een beetje cringy. Ja. Weet niet. Ik bedoel, het idee dat er dan iemand naar me toe komt in een politiepakje en mij dan gaat arresteren. Mm-hmm. Leuk, maar ik denk niet dat ik er echt... Weet je, het blijft seks, dus dat is dan wel spannend of zo. Ja. Ik heb bijvoorbeeld teacher en student. Ja, ik vind het wel een beetje lelijk hoor, dat soort simplistische fantasieën. Maar... Zo vind je dat lelijk? Ja, ik bedoel, is dat nou echt waar mensen op gevonden van raken? Dat je een soort van hele... Machtsverhouding. Ja, maar dat kan toch wel iets mooier dan dat je doet of je een leraar of student bent. Ik bedoel, natuurlijk, dat is een interessante machtsverhouding, maar... Je hebt het niet goed gedaan. Ik ga jou even een pak slaag geven. Ja. Ik denk dat ik ook hard zou moeten lachen als ik eerlijk ben. Ja, ik weet niet. Ik vind toch wel het feit dat dat soort fantasieën... Oh, niks mis mee is toch wel een beetje... ook wel van gebrek... gebrekkige fantasie binnen normale getuigen, zeg maar. Mm. Ik ben sowieso vrij open over seks, dus... Ik ben ook zo iemand die zegt, als iemand dit fijn vindt en het benadeelt niet een andere persoon of, wat ik net noem, dier. dan vind ik het allemaal wel best. Ik heb niks te maken met wat andere mensen in hun slaapkamer doen. Mm-hmm. In hoeverre is de Rubens Charmed Circle nog relevant tegenwoordig? Ja. Nou ja, ik denk dat die... Charmed Circle eigenlijk tot de grote hoogte nog steeds eigenlijk opgaat. Want nog steeds beschouwen wij heteroseksuele coïtale seks als de norm. En alle andere vormen van seksualiteit die daarvan afwijken worden al gauw geproblematiseerd. Of als een afwijking beschouwd. Dus tot grote hoogte gaat het eigenlijk nog op. Aan de andere kant zie je ook dat er bepaalde vormen van seksualiteit, zoals bijvoorbeeld SM-seks, eigenlijk een verandering ondergaat van wat we normaal abnormaal beschouwen en wat nu eigenlijk steeds meer genormaliseerd wordt. Dus in die zin zie je dat er wel degelijk verschuivingen plaats hebben gevonden. Of one-night stands wordt, denk ik, in vergelijking met de jaren 70 van de vorige eeuw steeds normaler beschouwd of steeds meer geaccepteerd. Dus ik denk dat het dus veel verschoven al is. En eigenlijk dat die Charmed Circle eigenlijk zou moeten worden aangevuld met nieuwe vormen van seksualiteit. En uitgebreid en moet worden en aangepast op deze tijd. Ja, dus echt hij moet vernieuwd worden. Ja, hij moet vernieuwd worden inderdaad. De Charmed Circle moest dus vernieuwd worden. En dit werd ook bevestigd door de gesprekken die wij gevoerd hadden. We hebben een poging tot hervorming gedaan en onze eigen Charmed Circle gemaakt. Gebaseerd op onze ondervindingen en visies op seksuele taboes in onze huidige maatschappij en omgeving. We hebben onze cirkel ingericht als... De binnenste cirkel is geaccepteerd door de maatschappij. En alles in de buitenste cirkel wordt niet geaccepteerd binnen de maatschappij. Woorden als gedoemde en abnormale seks vonden wij namelijk geen fijne benaming. Toegevoegd aan onze cirkel hebben wij bijvoorbeeld het hebben van meerdere sekspartners, seks op drugs of medicijnen zoals Viagra, seks wanneer iemand een fysieke beperking heeft
en dingen die illegaal zijn, zoals necrofilie of seks met dieren. We hebben er gelukkig ook een heleboel af kunnen halen. Maar nog steeds bestaan er seksuele taboes in onze huidige samenleving. Eigenlijk is wat we het liefst willen, is dat, nou ja, misschien behalve dat illegale, maar dat alle taboes van de buitenste cirkel die we dus hebben benoemd als wat niet geaccepteerd wordt door de maatschappij, dat die gewoon in die binnenste cirkel kunnen komen en dat we eigenlijk gewoon als maatschappij zijnde niet judgen of oordelen over wat iemand in zijn seksleven doet. Want waarom zou je dat... Ja, zolang allebei de mensen zich er fijn bij voelen. Ja. En het legaal is. En er gewoon het veilig is ook. Vinden wij dat je gewoon eigenlijk dat alles moet kunnen. Ja. Hoe kan je een seksueel taboe het beste doorbreken? Ja, dat is een hele goeie. Ik denk wat jullie nu doen. Het bespreekbaar maken. Praten openlijk over ervaringen van mensen. Openlijk spreken over taboes. Waarom iets een taboe is. Hoe iets verschuift van niet taboe naar wel taboe. Dat is denk ik wat je het beste kan doen. Openlijk bespreekbaar maken. Zonder gêne of zonder allerlei remmingen, beperkingen proberen met elkaar over te praten.